Mag tofas wirklich in Engerscheid in einem Sinn leben? Ich will von da eine Mini-Geschichte vertalen, von wo tofas in mein Leben in Engerscheid mag. Ich was in ein christliches Heim ab, in meine Eltern, meine Familie, da wird es sehr wichtig, dass einer in Gemeinschaft leben darf mit Gott. Aber ich mag nicht selbst die Entscheidung zum Jesus annehmen, was ich 13 bin. Aber will ich das dann dort, aus den 13 Jahren Jahr, mein Leben verändert ganz. Ich stoppt in ein Nieet Leben mit Jesus nennen, ein Leben, das sehr gut wird, wenn auch viel dat God zijn vrede, God zijn lief, wat mij door doorbrengen doet. En kraken dan, wanneer ik angst hoor, ik wist dat God die weer met mij zijn vrede, die jink door met mij. Op bedoeling daarna, wanneer ik een persoon weer wat zo zou in angst leven doet, hoor ik mij in chat dat ik ben mij niet te verloten. Wanneer dat weer wordt wat ik mij voor angst hoor. Voor al die mensen, ik hoor ook zo'n angst voor woede. En zo, ik hoor me in chat, dit ben niet voor mij. Vielleicht nog maar een dag, wanneer ik je alle weer, of wanneer ik de angst weer uitgewassen, vielleicht dan. Maar ik ben goed genoeg naar Christ, dacht ik zo. En mijn leven dat wordt al dat bewijs zijn, dat ik hoor in chat, Jezus, nu te volgen. Maar als ik 17 jaar oud ben, in een jugendservice, reed de jugendprediger van, hoe wichtig dat wir dat een zich toffe leidt. Hij redt van wat van bewijs dat is. Niet bloos voor de mensen rammen einem, maar voor einem zelfs. En ook voor de vriend aan wijze dat ik zien niet meer zien. Dat de angst die kon mij niet meer voorstellen. Als ik door in de zaad zat, dan voelde ik dat God de strijk zijn hand ruikt en kruid mij en dat ze alleen het neemt. Ik flotter, mijn hart dat klappert. Zo angst als ik hoort voor dit, maar doormaan kan ik dat ook feilen. Dat God, die door mijn motto spreken, dit weer de nächste stap voor mij. Wil de boodschap eerst hem eindkomen, dan zie de prediker nog dat jeder einer, wer deze entscheidung wil maken, die zal naar verre komen. Paar zijn daar weer, wil er je leenheid zijn, ons toven te laten. En zo nu zal we naar verre komen als een bewijs dat we die entscheidung willen maken. Mensen rammen mij, jugend rammen mij, die vangen aan naar verder te gaan. En ik voel zo dat God, die kruid mij ook in dit naam. En ik ging ook naar verder. De angst is ik ook nog hoort voor dit, maar ik wist dat het de rechte entscheidung. Als die zondag dan kwam, ik ben er vijf, want nu zal ik een woede nemen en er worden duizenden mensen zijn. Maar door mank voelde ik de vrede en ik voelde God zei, I'm proud of you. Hij freut zich met mij met dat ik deze entscheidung maken deed. Als ik in jouw woede ging, dat ben ik dat ik krijg in dat moment feilen deed, dat nu alles ander. Maar wanneer ik nu terugkijken doe, over de laatste 10 jaar, ik kon zijn dat dat moment mij in zo'n grote ingescheid in mijn leven. De tijden van angst wat mij bij die dag hadden vastgehouden, de angst wil ik zo in leven deed, dat blijft door en woede. En ik kom eruit als een nieuwe persoon. Een persoon met frische kracht te met Jezus te gaan. Ik stopt en dat neem wat hij voor mij wil. En van door weer ben ik niet meer dezelfde persoon. Ja, ik had nog maar angst dat ben ik dat het gans weer voet gegaan. Maar dat helpt mij niet meer zo vast als wat dat eier deed. Als ik dan in gang neem ging, nu dat ik mijn hotel voor je lood, weer een vriend, wat er support wezen deden voor mij. En door wie een in besonders, wat naar mij checkt en ze zei, de verengste persoon, wat ik door eier zag, die is er niet meer. Door haf wat je ändert. En ik kan dat ook feilen. Ik kan dat feilen dat de hoort wat je ändert. De schwere weg, wat door eier op mijn schulden weer, die weer er niet meer.
dat wir im Wut da geblieben. So, ich will dir mal zusprechen. Wenn du Ursache, zu wo du dich noch nicht hast, hoffe ich, Leute, als wenn du Angst hast, lud dort die Ursache sein, zu Wort du die Taufe lässt. Ja, dein Leben wird vielleicht nicht ewig nach niemals wahrer in Trouble haben, aber das kann dich nicht mehr aus dem Haus holen. Die Angst, die kann dich nicht mehr aus dem Haus holen, als was die Eier deut. Wenn du fragst, ist Taufe wichtig, mag Taufe in Engerscheid in einem sein Leben, ich sehe hier zum Sagen, ja, das ist wichtig. Und dort morgt den Engerscheid.